Kom eens hier, kleine meid. Waarom hebben we het zo koud? Hé, hey. Of heet niet koud? Waarom zit je te trillen? Ze zit echt te trillen. Hé, hey. Meisje. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Koude handen, omdat ik mijn handschoenen aan had. Ik ben, tenminste ik ben, Rijka en ik hebben Sandra weer weggebracht. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer 2:15. Ja, en ik ben nog al laat. Maar ja, dat komt ook. Ik heb even met de dieren aan het donderjagen geweest. Van aan het stoeien. Moet allemaal kunnen ook. Ja, want anders hebben die dieren ook niks, hè. En het stormt hier. Ik was vannacht nog met Rijka eruit. Nou, ik heb het kortste blokje ooit gelopen, ja. Dus hier weg. Richting de gracht, een klein stukje de gracht op dat het Rijke alles gedaan had en toen weer naar huis. Maar alsnog, het weer, of ik heb van die, hoe heet het, die dingen? Nou ja, die mandjes voor puppies, waar ze hun behoeften op mogen doen als ze nog niet zindelijk zijn. Maar ze is wel zindelijk, maar alsnog heeft ze daarop gedaan. En ik heb voor de kattenbak een rubberen mat leggen. In twee lagen. De ene laag is met gaatjes. Dus kattengrit en alles wat ertussen. Dat is speciaal voor de katten. Kunnen ze ook hun nageltjes beschermen. Zit ze daar op te pietsen? Ja, nou lekker dan. Maar oké, dat heb ik alweer schoongespoeld vannacht ook gelijk gedaan. En voor de rest is het goed gegaan. Ik heb haar net in de tuin gehad, nou ze zit te donderjagen met blaadjes, takjes dat er onderheen vliegt, meer niet. En dan wil ze weer naar binnen en dan is het run naar die keuken en dan is het voor het raam. En nou zit ze naast me, want ja, omdat ik laat ben, hè, dus ik moet eten voor mijn neus staan. En Sandra die komt vanmiddag, even hoe laat weet ik, dan zit de vergadering. Dan heb ik nog een mededeling. Femke die vorige keer bij mij was. Ik heb mijn handen van haar afgetrokken, want ze heeft nou een eigen site op Facebook, moet ze helemaal voor zichzelf weten, dat mag, ja. Maar ze doet er dingen op wat het daglicht niet kan verdragen, nee. Wat ook Facebook niet wilt hebben, nee. Ik heb haar gewaarschuwd, ik heb gevraagd of ik haar helpen mocht, of ik dan ook de telefoonnummer van de instantie van haar mocht hebben. Dan bellen, geef ik het allemaal door. Maar nee, dat wil ze niet. Dat krijg je lekker niet. Gewoon ook dat lachen erbij. Ja, wat is dit? Doe normaal. Dus ik heb mijn handen van eraf getrokken. En het boeit mij ook niet meer wat er met haar verder dan gaat gebeuren. Het is nou de eigen schuld. Ze is een vrouw met een beperking die niet weet wat ze doet. En dat komt weer door de medicatie die ze krijgt. Dus ik krijg vrijdag nog zwaardere medicatie, ja. Ik weet ook niet waar de instanties mee bezig zijn. Maar ik vind dit gewoon niet goed te keuren. Nee, dit is niet goed. Niet voor haarzelf, maar hoe denken de kinderen erover? Ik vind het bizar. Ja, echt. Maar oké, het doet er verder niet toe. Dan weten jullie dat ik... Ik wil er ook niet meer hier over mijn vloer hebben. Nee, ik vind het... Ik heb me vorige keer op mijn grot geschaft buiten dat we met Rijka uit waren. Ze wou een stok hebben om andere honden af te beren. Die wou ze dan wegslaan. Ja, oh, dan wordt hij niet geslagen. Nee. Maar oké, dat was toen. En ja, ik vind het bizar. Ik vind het erg. Ja, wie ben ik? Ik heb nou mijn handen van eraf getrokken. Kijk ook tegen haar gezegd. Als je geen hulp aanvaardt, dan trek ik nu mijn handen van je af. Simpel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Hoi, hey, voilà. Sorry, ik kom er doorheen en ik zie blauwe lucht. Wow. Oké, dan. Nou, lekker.
Maar ja, het stormde wel heel hard. Ja, wat is er nou? Rijka komt bij me staan, maar ik heb eten en dan mag ze niet bedelen. Zij heeft al eten gehad. Weg. Nee. Ga terug. Moet je naar buiten? Nou, kom op dan. Kom maar. Kom zo. Je zit op de trim als een rietje. Wat is er? Kijk, een pootje. Wat is er dan? Kom eens hier, kleine meid. Waarom hebben we het zo koud? Nee, ik weet niet koud. Waarom zit je te trillen? Je zit echt te trillen. Hé, hey, meisje. Hallo. Waarom zitten we zo te trillen? Lief? Die tijd je niet. Maar ja, dat vacht is natuurlijk vele malen dunner dan ik van Frodo. Frodo had het gauw warm, maar zij niet. Nee. Ja, dat is lekker, hè? Dus jij ook. Jij krijgt het wel op toe. Nou, hè? Ze is ook zwaarder, hoor. Oh. Ze is, gisteren heb ik haar gewogen, 5 kilo. Jij mag niet van Eeuwen pakken. Dat mag niet. Nee, dat ruimen we weer even op. Eeuwen die heeft wat. Dat prima, maar dat ruimen we op. Je eigen eten, dat heel veel. Heer Mos tot en met. Maar oké, ja, dan kan de pret allemaal niet drukken, lieve vrienden. Nee, ik heb een lekker pakje koffie. En ik heb drinkjoghurt voor mijn neus staan. En een broodje te zoeken. Ben straks wel lekker weer vol. En ik heb zalmfilet op huid heb ik klaargezet. Ik heb dat nog nooit klaargemaakt. Ik doe het op mijn eigen manier. Ik heb even recepten nagekeken. Nou, een heleboel heb ik niet in huis. Wat is er allemaal eroverheen doen? Zo'n witte wijn enzovoort. Nee, dat ga ik ook niet kopen dan. Nee. En dus ik zal zien wat ik doen kan. Ja hoor. Ik heb nog nooit gehad ook gebakken zalmfilet, ja, bij de Chinees vandaan. Maar ja, zelf klaarmaken, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ja, het komt goed, ik zal het proberen. Lukt het niet over de dieren, want ja toch? Ja, hebben die ook eens wat lekker. Nou, ze zou nou zeggen, we zien elkaar straks alweer als Sandra geweest is, want ik wil ook nog aan het werk op de pc. Ja, want ik heb niet het filmpje klaar voor morgen. Nee, moet ook allemaal nog gebeuren. Ik ben er gisteren niet aan toegekomen. En ik hoef vandaag verder niet de deur uit mijn eigen rijke water lopen, maar vannacht was het toch bizar. We waren te erg voor woorden hoe het tekeer ging en dat zij gewoon weg werd geduwd achter mij langs. Het arme beestje. Kun je nagaan dat het maar een klein opiedopie is, hè? Ja, dat is zielig hoor. Ja. Oh ja, Eeuwen is hier wel op de feestenbank. Ik kan al die citaten eten, dus. Is allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Koude handen, ondanks dat ik mijn handschoenen aan had. Rijka en ik. Hebben Sandra weer weggebracht en gelijk even een loopje gedaan. Ze heeft maar één ding gedaan en dat is 2 keer gepast, voor de rest niet. En ja, nou staat de dame weer dus. Zoals normaal, het is tegenwoordig normaal dat ze daarom staat. Ja, ze vliegt van de bank af, de roetje daar natuurlijk. Nou ja, oké, ze gaat de gang maar hoor. Ja, enkel te, ik zat even een beetje over erin, want vanmiddag steeds maar rillen. En dan ging het lijf weer, en dan ging het lijf weer helemaal rillen. Want ik maakte me echt even zorgen, wat is het dan net hoor. Bijverschijnselen om een groot meisje te worden voor een hondje. Ja, dus ja, ik moet er nou alert op wezen wanneer zij loopt wordt.
Want 3 maanden na haar loopvrij, dan moet ze geholpen worden. Ja, gaat ook weer een hoop geld kosten. Ja, ik al mee, heb ik al gehoord in ieder geval. Dus dat gaat goed, maar neus. Ik heb het ene nog niet afbetaald, ik kan het andere alweer beginnen. Ja, ken je dat? Maar het komt allemaal goed hoor. Ja hoor, ik zit er niet over in. Neus, maar dat komt ook wel goed. En ik moet ook mijn raam weer schoonmaken, want die is meer van het snuitje van Rijka. Normaal is die ook wel smerig van Kandel, maar die zit wat lager. Dus ja, dan komt Rijka erbij en die heeft een grotere snuit. Dus ja, het zit helemaal onder. Maar ja, maakt niet uit. Ik vind het niet erg, weet je. Het is maar raar. En anders moet je geen dieren nemen. Nee, ik vind het helemaal niet erg. Sander, de kopje staat er nog. En ik wil ook koffie zometeen. Waar staat die koffiepot daar? Oh ja, daar heeft dat telefoon tegenaan gestaan. We staan een filmpje te kijken. Ja. Maar oké. Zo, ik ga zo lekker een bakje koffie doen en lekker daarvan genieten. En dan komt dat ook allemaal goed. Die hoort er ook niet. Zo. Zo, hoe je netjes. Haha. Ik ben er moe van. Ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten, hè? Anders is er morgen niks. Nee, dat ga ik toch ook doen. Ik ga even een bakje koffie maken. Dat neem ik dan mee in die kant. Ik zou zeggen voor nu. Als jullie... Ja, het is een fijne namiddag. Ja. En we straks lekker eten en geniet ervan. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Ja, 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 het is al 3:30 geweest in de ochtend en ik moet nog naar mijn bedje toe. En ook vandaag komt Rebecca, ja, rond 11:30, 11:30, zoiets. Dus dan moet ik wel uit zijn, ja. Doet mezelf aan, maar het was gezellig. Ik zat heel erg leuk en fijn te praten met iemand. Dus dat vond ik, ja, het was echt heel erg leuk, even gezellig. 1 pb, persoonlijk, hè, privé. En dat was, vond ik even fijn, ja. En dat was een heel fijn gesprek, vond ik heerlijk. Dat wij gaan nu naar bedje toe en ik wens jullie allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie droom en ik zie er niet uit met mijn haar. Maar ik moet het nodig weer doen. We moeten er tijd voor hebben en zin in hebben. En als je iedere keer met het hoofdpijn wakker wordt, dan wil je de keten toch niet aan je hoofd hebben. Nee. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik ben er. Ja, en daar gaat het om. Toch? Ja, hoe ik eruit zie weten, is lekker belangrijk, toch? Maar oké, wij gaan lekker slapen. Rijka die ligt op de bank. En hier is Ewin te zeuren, hè? Ewinnetje, jij, joh. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot over een paar uurtjes. Doei, doei.